Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze live uitzending. Nou, een live demo dag hebben we vandaag voor jullie georganiseerd. Dus de hele dag zijn er weer leuke dingen. Ik trap vanmorgen even af om jullie de hele collectie te laten zien. Om jullie wat meer te vertellen over de nieuwe producten. En daarna gaan we nog eventjes gezellig een creatie maken. Ik ga even de live weer delen en alles goed zetten. En dan ga ik zo kijken of ik de reacties kan lezen en dan gaan we van start. Mochten jullie het leuk vinden, jullie mogen ook deze live uiteraard delen, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen kijken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde natuurlijk. Maar daar zijn jullie helemaal vrij in. Ik zie dat de eerste kijkers al binnenkomen, hartstikke leuk. Ik zie jullie reacties ook. Nou, vandaag ga ik ook wat leuke dingen weggeven. En niet alleen ik, maar ook de andere dames die de demo's gaan geven, die gaan ook leuke dingen weggeven. Dus kijk gewoon gezellig met ons mee. Nou, ik zie al een leuke groep binnenkomen, hartstikke leuk. Ik heb er nog even een kopje thee bij. Ik weet niet of jullie ook klaar zitten met de koffie, de thee, of dat jullie ondertussen nog wat andere dingen aan het doen zijn. Nou, de nieuwste Janine's Mindful Art collectie ligt in de winkel. En ik bal enorm dat ik geen demo's kan geven. Dat ik niet naar de winkels kan om de lijn te presenteren. Te vertellen wat ik ermee wil. En nu hadden wij natuurlijk voor onze eigen winkel hadden wij al tijdens corona allemaal live events georganiseerd. En toen was ik aan het denken van maar als ik niet naar de hobbywinkels kan om het te presenteren, dan ga ik het gewoon online doen. Als het niet linksom kan, dan kan het ook wel rechtsom. Dus we gaan het gewoon op deze manier doen en dan hoop ik dat dat we op deze manier ook voor andere winkels gewoon beter de presentatie kunnen doen van deze Mindful Arts collectie. Dus deze live uitzending in deze Facebookgroep staat dus helemaal buiten allerlei hobbywinkels. Dit is gewoon puur vanuit mijn tweede functie als designer, zeg maar. Dus dit staat echt los van een winkel. En elke winkel mag ook zelf weten of ze meedoen met een leuke actie hiermee. Dat ze de filmpjes gebruiken voor promotie. Vanavond de workshop van Jeanette mag ook iedereen gaan gebruiken. Dus dit is echt gewoon puur voor alle hobbywinkels. En dit is puur van mij uit als designer. Buiten een of andere winkel om. Dus ik ga vandaag ook geen reclame maken voor mijn eigen winkel. Degene die de winkel kennen en die bij ons willen kopen, jullie mogen het bij ons kopen. Maar koop het ook bij jullie plaatselijke hobbywinkel. De hobbywinkels kunnen de producten allemaal bestellen als ze het niet hebben. Dus vraag erom, iedereen kan het bestellen. Even kijken, ik zie Alison Horn, hello. She is one of the Studio Light UK design members and she worked also with my collection. So I'm very proud that you want to work with all my products, Alison. Please also share your products in our Facebook group. We would like it. Zo, dat was even een klein stukje over de grens. Maar iedereen die ook creaties maakt met mijn lijn, plaats ze alsjeblieft in de groep. Wij vinden het hartstikke leuk. Nou, ik heb al een hele preek afgestoken. Ik ga nu gewoon laten zien waarvoor ik hier zit. En dat is dus de nieuwe producten. Nou, wat is er deze maand nieuw gekomen? Ik ga het even gewoon stuk voor stuk doen. En er zijn vandaag dus in totaal bij elke live uitzending 2 giveaways. En dan gaan we gewoon spullen uit deze lijn weggeven. Nou, als eerste, er is weer een Nederlands stickerboekje. Nederlandse stickerboekjes, ze vliegen de winkel uit. De vorige van de, volgens mij was het de tweede collectie, is helemaal niet meer verkrijgbaar. Dus dit is een nieuwe.
Nou, dit is bijvoorbeeld eentje met ga niet door het leven, groei door het leven. We herinneren ons geen dagen, we onthouden momenten. Dankbaarheid is een bloem die in weinig tuinen bloeit. Het geheim van vooruitkomen is gewoon starten. Ze zitten er allemaal in het zwart en in het wit bij. Nou, het witte kun je wit laten. Maar zeg je nou van, ik wil hem passend bij mijn papier hebben. Je kan hem ook gewoon met bijvoorbeeld distress inkt of met je watercolors of dergelijke. Kan je deze witte ook nog weer op kleur gaan brengen. Nou, bijvoorbeeld een wijze man zei ooit niets. Je bent sterk genoeg om door deze storm heen te komen. Blijf bij jezelf. Nou, die zitten dus ook twee keer in. Je bent al tot hier gekomen, geef nu niet op. Zorg altijd als eerste voor jezelf. Nou, dat is voor iedereen denk ik wel iets om na te denken. Dat blijft moeilijk, vind ik tenminste wel. Ik cijfer mijzelf heel makkelijk weg. Maar ik ben aan het leren om dat niet meer te doen. Nou, deze voor jezelf wegcijferen heeft nog nooit iemand een voldoende gekregen. Nou, dat klopt ook helemaal. Als je minder denkt, kun je veel meer dan je dacht. Ik denk dat ik te veel denk. Dus dit zijn wel echt, ja, ik vind ze mooi, de teksten. En ik hoop dat ze jullie ook aanspreken. Soms draagt de wind van verandering ons naar betere plekken. Luister naar de stem van je hart. Minder perfectie, meer authenticiteit. Nou, die teksten. Oh, wat wil je echt? Nou, dat is soms ook een vraag om jezelf eventjes af te vragen. Dus die teksten, je kan er ook een keer doorheen bladeren en jezelf tot nadenken zetten. Nou, de teksten zitten er ook allemaal wat kleiner in. Dat is ook op kaarten heel erg leuk. Ook die zitten er in het wit in. En dan hebben we de losse tekststikjes. Die zitten er ook in het zwart in en in het wit. Dus dat is het stikkenboekje. Dan hebben wij het designpapier weer. Dit designpapier is helemaal uitverkocht. Die kleine paperpetjes hiervan. Die van 15-2 bij 15-2. Maar wij hebben nu een nieuw formaat, namelijk 20,5 bij 20,5. Ik vind dat een super fijn formaat. Dat is handig voor als je gaat scrappen. Dit is ook een scrappersformaat. Dat is net wat kleiner dan die grote 30,5. Dus de drempel is vaak net iets kleiner. Ook hebben we bijvoorbeeld veel malletjes van Dutch Doobadoo. En ticketmallen van Studio Light. En die zijn groter dan het paperpad van 15-2 bij 15-2. En daarvoor hebben we nu dus de 20,5 bij 20,5. En beide paperpads zijn een combinatie van de eerste twee. Dus we hadden zeg maar in deze blauw-groene lijn hadden we twee paperpads. En dit paperpad is dus een combinatie van beide paperpads. En alle velletjes zitten er twee keer in. Oké, dus daar kun je toch eindeloos mee combineren. Ja, ik ben er wel weer heel erg blij mee. Ook dat deze eerste lijn gewoon nog weer terugkomt. Ik vind het altijd zo zonde dat lijnen zo snel uitverkocht zijn dat je, ja, of dat het gewoon elke keer weer in de kast komt. En nu heb je gewoon weer een trigger om weer met deze lijn aan de slag te gaan. Nou, dit is dus het eerste paperpad. En de roze. Ook daarvan is één paperpad nu inmiddels uitverkocht bij de groothandel. Bij Studio Light, zeg maar. Kan zijn dat je hobbywinkel nummer 4 nog op voorraad heeft. Maar dat is dan echt op is op. Nou, roze ben ik ook altijd helemaal weg van. Dus dit is ook weer een combinatie van beide paperpads. Ja, de groene vind ik ook zo gaaf. Dus ja, jullie zullen dit binnenkort vanzelf vaker voorbij komen. Waar is dit ook handig voor? Werk je ook met een planner bijvoorbeeld? Dit is dan de Sidekick Planner, maar ook die is
groter dan een paperpad van 15,2 bij 15,2, want het formaat is 17 nog iets. Ook hiervoor kun je dus heel makkelijk de grotere paperpads gebruiken en losse die cuts erbij. Dus dat is, en ook voor de grote site, de grote planner past het geloof ik ook. Maar dat durf ik niet helemaal uit mijn hoofd te zeggen. Heb ik nog niet getest, eerlijk gezegd. Dus ik ga jullie niet wat voorleggen. Deze leg ik even aan de kanten. Wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we... wat ga ik eerst doen? Ik ga gewoon eerst de stansmalletjes even erbij zoeken. We hebben namelijk ook twee nieuwe stansmallen. Hele mooie ticketmallen. Bij de vorige serie hadden mensen problemen met het uitstansen. Het zijn hele fijn gedetailleerde stansmallen. Mijn advies is ook om te werken met bijvoorbeeld een ijzeren plaat erbij of een microvezeldoekje of een waxpapiertje erbij tussen, zodat de stansmachine net wat makkelijker werkt. Ik werk zelf met een Gemini en daar zit een magnetische plaat bij of een ijzeren plaat standaard bij. En dan gaat het echt felloos doorheen. Ik ben daar gewoon super blij mee. En ook door de Nelly Snellen Pressbos gaat het ook prima. Nou, twee ticketmallen. Vanavond gaat Jeanette met deze een leuke uitgebreide workshop geven. Dus dat wordt echt... ze heeft daar echt mee gespeeld. Dus dat wordt echt terugkijken. Dat wordt echt een leuke uitzending. En deze ga ik ook even wat dingen mee laten zien. Wat kan je met deze mal bijvoorbeeld ook heel leuk doen? Je kan het ook gaan verwerken als gewoon losse randmal. Ik vind die randmallen namelijk super leuk. Ik hou wel van dat fijn gedetailleerde om ergens achter te verwerken. En je kan dus ook die malletjes gewoon afknippen en ergens anders op gaan gebruiken. Heb ik ook bij deze gedaan, maar die moet ik nog verder afmaken. En ook bij deze kaart heb ik dat gedaan. Dus ook bij een bloemenstempel kan je ook heel leuk nog die randmal weer erbij gaan verwerken. Ik had nog één kaart waarbij ik de rest had laten zien. Ja, deze heb ik ook nog gemaakt met deze stansmal. Zo, even dit wegleggen. En hier heb ik een dubbele kaart van gemaakt. Ik heb hem dus twee keer uitgestanst. Deze kan je zo neerzetten. Ik wilde eigenlijk nog een klein standaardje achter maken, zodat hij ook rechtop blijft gaan staan. Bij deze mal zit een hele leuke extra ticket. Die heb ik hier bovenop geplakt en daar de tekst weer op gedaan. En dan heb ik hier een kleine pocket. Die zit er weer extra bij de mal. En die heb ik hierin gedaan en daar zit weer dat labeltje ingeschoven. Kijk, dat labeltje kun je erin schuiven. En ik heb al gezien dat ze hier ook nog een heel leuk watervalsysteempje van gemaakt hadden met een klepje eroverheen. Ga ik ook nog even uitwerken, maar dat komt allemaal nog. Deze is ook leuk om bijvoorbeeld gewoon zo neer te zetten als rechte kaart. Ik heb al gezien dat ze het middenstuk gewoon wat overheen plakken en dan een leuke bloemenstempel erop. Dus allerlei mogelijkheden nog met deze kaart. Of deze mal, laat ik zo zeggen. Die gaat ook even apart. Dan hebben we deze mal. Nou, deze mal ben ik ook mee aan het spelen gegaan, want iedereen die het lukt... Ja, die mij een beetje kent van de demo's van vroeger, die weet wel dat ik altijd veel voorbereid, veel dingetjes wil uittesten met één malletje. Ik zal deze ietsjes hoger leggen, zodat hij hopelijk iets minder schittert. Nou, afgelopen week heb ik in onze eigen groep heb ik al een creatie gemaakt. Dat was deze blauwe. En ik heb hem dubbel gemaakt. Heb ik in de, of tussen de twee lagen, heb ik foamtape gedaan. En dan kan je er heel leuk een label achter schuiven. Dus deze heb ik afgelopen week tijdens de live gemaakt. Ook die zal nog op mijn eigen YouTube kanaal komen. Dus daar zal ik de link ook nog even van plaatsen. Ik moet er nog foto's van maken, dus dat komt.
Deze passen inderdaad door een A5 machine. Dat is geen probleem. Ik heb ook de A5 Gemini en dat gaat prima. Deze mal, ik dacht, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden mee. Dus, wat ben ik gaan doen? Ik heb het afgelopen week in de live ook al verteld. We hebben bijvoorbeeld van Crealise ook een heel leuk malletje om een watervalsysteem te gaan maken. Nou, het leek mij wel leuk om die hier op te gaan verwerken, maar zover ben ik nog niet gekomen. Dus dat is ook nog een optie. Nou, ik heb een malletje gekozen voor een watervalsysteem. Maar ben je handig genoeg, kan je zelf ook een watervalsysteem erop gaan maken. Dat is helemaal aan jezelf. Maar, dan moet ik even zoeken waar ik dat heb neergelegd. Ik heb het. Kijk, ik heb de malletjes hier ook nog een keer gewoon helemaal uitgestand. Dus dan kun je hem net ietsjes beter bekijken. Er zit nog net één rommeltje tussen. Dus dit is zeg maar de eerste mal. Of de tweede. En ik doe ze gewoon op elkaar en dan in het midden even vastmaken. Maar dat is gewoon hoe je het zelf, wat je zelf handig vindt. Nou, dan de tweede mal. Ik dacht, daar zijn meer mogelijkheden mee. Dus deze kun je, ik doe vaak even langs een lineaal nog even rillen. Dat je hier onderaan ook goed rilt, zodat je dat niet krom gaat vouwen. Ik vind dat net ietsjes mooier. Net iets, ik ben een beetje perfectionistisch, dus dat leek mij makkelijker. Nou, bij deze mal zit ook een heel leuk framepje. Toen dacht ik, het is leuk om dat framepje ook uit te stansen. Ga je deze hier opplakken met dubbels of met een beetje foamtape aan de zijkant. Doe je er een label achter en dan ga je dus een leuke tekst weer op. Ga je deze zeg maar ook weer op de label plakken, exact op dezelfde plek. Die schuif je eruit en dan komt er een leuke tekst of iets anders weer onder. Dus dat ga ik ook nog uitwerken. Je kan er ook een schutsgedeelte van maken. Maar dat leek me dus nog een leuke optie. Dus je kan er een gat in maken. En dan plak je deze op de label erachter en dan, ja, het is gewoon leuk. Maar toen ging mijn brein nog even ietsjes verder. En toen dacht ik, er moet nog meer mee te doen zijn. Het is ook leuk om alleen deze zijkant vast te gaan plakken. Je tweede malletje ga je dus precies door de helft openknippen. En dan heb je dus een soort raampje. Kan je eventueel nog weer gaan sluiten met dit leuke labeltje. En dan ga je aan de ene kant dus een leuk magneetje doen. Dus ik denk dat ik daar ook een keer een live mee ga doen hier in de groep. Ook zie dat ik ietsjes hoger moet gaan werken. Ik wil namelijk ook in ieder geval één keer in de twee weken een live uitzending in deze groep gaan doen. Dus het kan zijn dat we bij onszelf minder vaak lives gaan doen. Maar ik wil ook in deze groep in ieder geval één keer in de twee weken iets live gaan doen met mijn eigen lijn. Nou, dit zijn de kaarten. Oh, ik zie wel dat ik zo meteen in tijdnood kom om nog wat te creëren. Ik ben gewoon te veel aan het kletsen, dames. Nou, er zijn ook stempels. Oh, Siri hoeft niet aan. Nee, zo. Er zijn ook 4 nieuwe stempels. Er zitten hele leuke teksten bij. En de teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels. Dit is Groei naar het licht en Grow towards the light. Op de achterkant, oh, ik zal even deze wegdoen omdat we geen reclame maken. Deze zijn ingekleurd door Kira Maas en die heeft ze echt prachtig ingekleurd. Want ik had in die tijd gewoon geen tijd om de voorbeelden op zo'n korte termijn in te kleuren. En Kira heeft ze prachtig ingekleurd. Dus dit is nummer 15. Een hele mooie roos. Houd liefde dicht bij je hart. En keep love close to your heart.
Dus ook die is ingekleurd door Kira. Dan deze Always Be Kind, Honest and Pure. En Wees Altijd Vriendelijk, Eerlijk en Puur. Ook die is ingekleurd door Kira. En de laatste. Ik zal het eventjes... Even het prijsstickertje. Kijk, dit vond ik ook een hele mooie tekst. Ook voor mij gewoon heel toepasselijk. Ze overwon alles wat bedoeld was om haar te vernietigen. Dus er zitten Nederlandse en Engelse teksten bij. Nou, ik heb van elke stempel wel een ingekleurd plaatje. Maar nog geen creaties allemaal. Dit is bijvoorbeeld deze stempel. Nummer 16. En daar heb ik nog één voorbeeldje meer van. Dat is deze. Dus één keer met de no line coloring techniek. En één keer met de gewone, met zwart gestempeld. Dan heb ik de roos. Die heb ik ook gekleurd. En die heb ik met de grafietint gedaan van Derwent. Dus dan krijg je echt een mooi vintage effect ermee. Dan heb ik deze nog gekleurd. Dit is met de grafietint potloden. Die kleuren ook onwijs gaaf. Dat is de stempel 15. En daar komen dus allemaal nog voorbeelden van, maar dat komt allemaal TZT. Nou, blijkbaar vind ik dit de makkelijkste bloem om te kleuren, want daar heb ik dus inmiddels al 3 voorbeelden van. En de vierde die staat op mijn schildersezel, dus daar zien jullie binnenkort ook wat van. Deze is ook met de grafietint gedaan, ook met de grafietint potloden. Deze is met, ik denk de Daniel Smit ingekleurd. En ik heb er 1 kaart van gemaakt. En deze is dus met witte embossingpoeder. Heb ik de Nederlandse teksten bij gedaan. Heb ik allerlei stempels uit mijn oudere collectie op de achtergrond gedaan. En ik heb de mask stencils bij gebruikt. Dus dit soort kaarten vind ik leuk om ermee te gaan maken. En ja, dat zijn dus een beetje mijn voorbeeld die ik tot nu toe heb met de bloemenstempels. Dus ik baal eigenlijk enorm dat ik niet meer creaties klaar heb. Maar het is gewoon even niet anders. Ik moet het eventjes iets anders doen. Want even kijken. Dan heb ik nog het laatste wat ik kan laten zien uit de nieuwe collectie. En dan gaan we als een speer aan het creëren. Er zijn ook nog 4 nieuwe rice papers. We hebben in totaal nu al 26 rice papers in de Janine's Mindful collectie. Ik kwam daar net achter. Ik denk, wauw, dat is wel heel veel. Nou, deze is een beetje richting het paars. All the flowers of the tomorrows are in the seeds of today. Daar kan ik jullie een voorbeeld mee laten zien. Even kijken. Dan moet ik... Oh, wacht, ik doe het even anders. Ik zal eerst de rice papers laten zien. Dit is een paarse. Dan deze mooie bloem. Daar gaan we straks ook iets mee maken. Give yourself time. Nou, vandaag geven we onszelf tijd om lekker te creëren. Deze Trust in Dreams, for in them is hidden the gate to eternity. En deze, strive for progress, not perfection. Dus de kleuren zijn gewoon een beetje afwijkend van de lijnen. Maar wij willen ook gewoon wat meerdere kleurstellingen gaan doen. Nou, van deze kan ik jullie een creatie laten zien. Want die heb ik namelijk verwerkt in mijn art journal. Kijk, dit is toch gaaf. Ik heb deze nog niet laten zien. Ik heb altijd moeite om foto's te maken en dat doe ik maar 1 keer in de zoveel tijd. Dus vandaar dat jullie niet altijd mijn foto's zo snel zien. Dat kost mij heel veel moeite en kracht. Dus vandaar dat ik dat een beetje opspaar elke keer. Ik heb hier weer van alles opverwerkt. TZT, komt deze wel in de groep te staan en laat ik hem jullie zien. Nou, ook hier zit bijvoorbeeld het Greyboard Art uit mijn eigen lijn bij. Even kijken. Ik
heb ook van die paarse een voorbeeld. Ja, die heb ik. Kijk, deze is toch ook gaaf. Ik heb hierbij een mandala stencil van Just Lou gebruikt. En ook hierbij ja, weer allerlei stempeltjes uit mijn eigen lijn. Mask stencils. Nou, de tekst A Wise Man Once Say Nothing. Op het moment dat ik deze maakte, had ik nog niet de Nederlandse stickers. Anders had ik de Nederlandse stickers erbij gedaan. Maar dit is dus een voorbeeldje met de paarse rijstpepers. Dan heb ik nog een voorbeeldje. Die is ook nog niet helemaal klaar. Nou, ik heb het laatst al tijdens een live gezegd. Ik ben momenteel heel erg met het geloof bezig. Ook cursussen daarvoor volgen. En jullie zullen dat ook vaker voorbij zien komen op mijn creaties. En dat is niet iets waar ik mij voor schaam, maar ik werk daar gewoon graag mee. Ik ben daar heel erg in zoekende. En ook dat wil ik gewoon verwerken. Ik ben bezig met een mindful lijn. En mindful betekent dat je gewoon voor jezelf wat moet doen. Niet moet kijken naar wat anderen doen. Ik heb hier dus ook bijvoorbeeld gewoon een stukje uit een oud psalmboek bij gedaan. Hier heb ik een oudere ruispeper gebruikt. Dit is nummer 3. Die is volgens mij op is op. Maar ik heb wel een gedeelte van deze. Zie je hier bovenaan in het hoekje. En ook op de achterkant heb ik een gedeelte van deze verwerkt. En ik heb nog de klok erbij gedaan. Nou, de achterkant moet nog een tekst voor. Maar die moet ik eventjes nog rustig op mijn gemakje eventjes af gaan werken. Dit is dus gewoon een dagboekje waar ik heel veel in schrijf. Dat is dit rice paper. Daar heb ik nog een voorbeeldje mee, want die heb ik ook op een kaart verwerkt. En deze gaan we straks dus ook eventjes maken. Ik hoop dat ik voldoende tijd heb, want echt, oh, mijn thee. Nou, dat is dus koude thee. Nou, ik schaam me er ook absoluut niet voor hoor. Ik was het gewoon even kwijtgeraakt, mijn geloof. En ik ben heel blij dat ik het weer terug heb. En het helpt mij heel erg in mijn revalidatie. Dus ik maak nu hele mooie stappen vooruit met acceptatie. En dat is voor mij veel belangrijker. Ik zie dat de sleuteltjes erbij liggen, maar die horen dus bij mijn dagboekje. Nou, die laat ik hier even liggen, want daar gaan we zo mee aan de slag. Van de blauwe kan ik helaas nog geen voorbeeld laten zien. Die heb ik nog niet. Maar wat mij wel heel erg leuk lijkt, is om bijvoorbeeld een beetje rijstpeper op deze kaart te gaan verwerken. Dan ga ik deze dus maskeren met maskeerpapier. Dus dat is gewoon afplakken. En dat ik dan een gedeelte van dit rijstpeper ook op deze kaart ga verwerken. Maar wellicht zal dat of in een filmpje of in een live uitzending wel een keer voorbij komen. Ik denk dat dat wel leuk gaat worden. Dus ik heb gewoon niet meer tijd gehad voor de voorbeelden. En dat komt allemaal TZT. Om daar maar gelijk even op door te haken. Ik ben dus ook op zoek voor mijn Mindful Art collectie naar wat designteamleden. Want ik kan de promotie gewoon niet alleen. Rihanna van Haren, die zit al in ons designteam. En zij doet al heel veel promotie in onze groep. Maar ik ben dus ook op zoek naar meerdere dames, heren, die willen helpen met de promotie. Nou, je krijgt in ieder geval dan de complete collectie elke keer thuisgestuurd om daarmee aan de slag te gaan. Je moet dan uiteraard wel actief zijn op social media en in onze groep om de voorbeeld te promoten. Wij gaan een blog maken met daarop de creaties. Dus die creaties, dat is dus ook voor andere winkels weer te gebruiken. Dat is gewoon een universeel blog wat buiten elke hobbywinkel staat. Dus echt puur voor het merk en niet voor een winkel. Het liefst zoeken wij iemand die dus ook demo's kan geven in Nederland, buitenland, whatever. Het hoeft ook niet alleen in Nederland.
Wij zoeken ook internationaal. Dus Engeland, Duitsland, België, alles mag. Filmpjes maken is niet verplicht, maar het is wel leuk als je dat zou kunnen. Maar het is niet verplicht. Een eigen blog hebben is ook niet verplicht, maar het zou leuk zijn als jij wel de intentie hebt om een blog te starten en om op ons blog in ieder geval je voorbeeld te posten. Demo's zijn ook niet verplicht, maar het is wel leuk. Instagram is ook social media, dat klopt. Ook daar moet promotie gedaan worden. Ik ben zelf momenteel totaal niet actief op social media, op Instagram en ja, Facebook een beetje. Maar dat komt omdat ik nu even eerst aan mijn gezondheid moet werken en daarna komt het wel weer. Ik moet alles even stapje voor stapje doen. Nou, dat is een hele preek over de DT-call. Meer kun je ervan lezen in onze groep. Ik ga deze gewoon namaken. Dat is voor mij vandaag even het makkelijkste. Ik zat een beetje met ja, een beetje keuzestress. Want ik had gedacht, ik ga een kaart maken met rijstpepers. Omdat rijstpepers voor veel mensen ja, toch nog een beetje onbekend is. Niet iedereen weet hoe je moet werken met rijstpepers. En ik denk, ik ga het op een makkelijke manier doen. En niet iedereen werkt in een art journal. Dus we doen het nu op een kaart. Deze kaart kan je ook in je art journal verwerken. Net wat jij zelf wilt. Het is jouw feestje, het is jouw leven en jij moet het op jouw manier doen. Filmpjes maken is niet verplicht, dames. Het is wel de bedoeling dat je circa twee creaties of in ieder geval procesfoto's of iets dergelijks in de groep zou kunnen zetten. Want hoe meer promotie, het is ook voor andere winkels heel belangrijk. Filmpjes maken kunnen we ook mee leren. Het is niet moeilijk. Gisteren heb ik deze gemaakt, maar toen heb ik het net even ietsjes anders gedaan. Toen heb ik namelijk eerst mijn rijstpeper op papier geplakt. En daarna heb ik hem dus uitgeknipt met een vorm van Dutch doobadoo. Ik had die net nog ergens liggen. Nu niet meer. Ja, nog wel. Dit is de 470, 713, 150. Ik heb hem deze keer even voorgeknipt. Dat leek mij net ietsjes makkelijker. Ik heb de kleinste maat gepakt hiervan. En ik heb Florence cardstock gebruikt. Watercolor en dan de 300 grams. Dat is gewoon lekker dik. Kan je lekker op werken. Nou, als je werkt met rijstpepers. En je hebt bijvoorbeeld er nog nooit mee gewerkt. Ik werk zelf het allerliefste met de Liquitex matte gel. Dat vind ik een hele fijne, maar deze is wel wat duurder. Begin je ermee? Je kan kiezen voor gelijk ja, de Mercedes onder de producten. Of je kan ook zeggen, ik begin met Mod Podge. Misschien staat dat nog wel in je kast. Er zijn ook hele leuke flesjes van de Mod Podge te koop. Dat zijn hele kleine flesjes van 59 milliliter. Artikelnummer is CS1539. En in principe zou elke hobbywinkel dit wel kunnen bestellen. Dus vraag ook even anders bij je hobbywinkel of ze een leuk gel medium hebben. Bijvoorbeeld Mod Podge. Ik kies dan wel voor de matte. Je hebt van Joycrafts heb je ook nog de hard sealer. Die kan je ook gebruiken. Dus kijk eventjes. Heb je er nog nooit mee gewerkt? Start gewoon een keer met een klein flesje. Ik zie dat veel mensen nog nooit met rijstpepers hebben gewerkt. Ik hoop dat ik jullie kan overtuigen om ermee te gaan beginnen. Het is echt zo leuk. Ik gebruik zelf een Distress collagebrus van Tim Holtz. Maar het kan ook met een gewoon penseel. Nou, er zijn verschillende manieren om te werken met de rijstpepers. Deze keer doe ik het even echt op een simpele manier. Omdat ik mijn hele achtergrond ga bedekken met een rijstpeper. Ga je niet de hele achtergrond bedekken en wil je bijvoorbeeld gaan werken met Distress inkt, let dan even op dat je dan dus andersom gaat werken. Dat je dan eerst
je plaatje aan de achterkant insmeert met rijstpaper, met Mod Podge. Dus dan doe je de achterkant hiervan bedekken met Mod Podge of gel medium. En dan doe je dus niet op je papier, want dit is een soort sealer. En daar gaat je inkt dus niet overheen. Dus daar moet je even op letten. Ik zal nog meerdere uitzendingen mee doen. En ik geloof dat Rihanna vanmiddag ook nog aan de slag gaat met de rice papers. Dus dan zie je nog weer wat. Nou, ik heb deze keer, ga ik het eventjes andersom doen. Gisteren had ik hem dus even precies andersom gedaan. Maar ik leg deze hierop. Even goed aandrukken. En dan kan je dit uit gaan knippen, uit gaan scheuren. Net wat jij zelf handig vindt. Deze kwast moet je ook eventjes eigenlijk gelijk in het water leggen. Want dan droogt hij niet uit. Maar ik heb zo nog even een klein stukje nodig. Dus ik leg hem nog eventjes aan de kanten. Nou, dit kan je even weer netjes uitknippen of uitscheuren. Net wat je zelf handig vindt. Ik ga nu even snel knippen. Nou, dit kan je dus ook op een gewone rechte kaart doen. Je kan het op de ticketmallen van Studio Light doen. Je kan het overal op doen. Dit stukje moet ik even goed bewaren. Want we hadden er nog een recht strookje op. Ik kwam gisteren toevallig van mijn afval af. Dus toen dacht ik van dat extra strookje plakken we er ook netjes bij op. Zo. Nou, ik ga straks ook nog wat leuks weggeven. Hè? Daar moet ik eigenlijk nog even wat... Even kijken, het geeft inderdaad makkelijk druk om het aan te drukken. Met de brede eroverheen is inderdaad ook een goed idee. Dan heb je het ook vaak helemaal egaal glad zitten. Dat klopt. Maar ik snap dat niet iedereen bijvoorbeeld een breder in huis heeft. Knippen voor een camera, dat valt toch niet altijd helemaal mee. Ik moet even een heel klein restantje papier nog hebben. Dat was ik vergeten. Even kijken hoe groot dat ongeveer is. Die is ongeveer 2,5 centimeter, 3 centimeter. Zo. Oh, dan moet ik even kijken. Ja, is groot genoeg. Want ik had hier nog een restantje zitten. En dat restantje is zonde om weg te gooien. En dat plakken we dus op onze kaart. Nou, als het goed is, ben ik er weer. Ik werd er even uitgegooid. Ik heb geen idee wat Facebook weer aan het doen is. Maar we gaan gewoon weer verder. Sorry voor het ongemak allemaal. Ik hoop dat jullie mij weer vinden. Ik ga eventjes wachten totdat iedereen mij weer gevonden heeft. Ik moest helemaal een nieuwe uitzending opstarten. Ik hoop dat hij nu wel blijft doen, want ik vind het wel heel vervelend. Maar helaas is dat weer de techniek. Ik zie dat er heel veel alweer zijn. Dus ik ga gewoon van start weer en we gaan weer verder. Ik hoop dat hij nu door blijft gaan. Nou, wat doe ik normaal? Ik doe normaal eigenlijk de achterkant van de rice papers even goed insmeren. En
zo. En dat plak je dan op je papier. En ook dat kan je even stevig aandrukken. En dan heb je dus eigenlijk je strookje lang genoeg. Oh, ik had hem eigenlijk net ietsjes langer mogen knippen. Nou ja. Lossen we zo meteen op met een beetje distress paste. Zo heet het. Zo. Ja, ik had eventjes een kleine storing, dames. Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Ik zal proberen of ik straks achteraf ook de filmpjes even aan elkaar kan plakken. Dat hoop ik. Het is wel mooier als we één filmpje ervan hebben. Ik ga dit even snel droog maken. Want dat Mod Podge moet wel gedroogd worden. Of gel medium of net wat je zelf hebt. Nou, je hebt nu dus eigenlijk al een hele gave basis van je kaart. En hierop kan je dus gaan werken met allerlei andere producten. Je kan erop gaan werken met mask stencils, met pasta's, gesso kan je erop doen. Eigenlijk allerlei soorten. Ja, ik praat en beweeg weer. Ik ben even een nieuwe uitzending begonnen, want die andere was gewoon vastgelopen. Geen idee wat er aan de hand was. Ik doe vaak ook even vanaf de achterkant verhitten, zodat je kaart iets minder krom trekt. Als je hem straks onder iets zwaars legt, dan trekt hij ook wel weer recht. Nou, ik vind dit droog genoeg. Wat heb ik hierbij gebruikt? Ik heb een mask stencil uit mijn eigen lijn gepakt. En dat is deze met de barok. Ik vind dat zelf een hele mooie. En die kan je gewoon her en der een beetje aan gaan brengen. Ik vind het leuk om op zo'n achtergrond dus weer van alles te gaan doen. Zodat je overal wat kan zien en kan voelen en kan, ja. Ik hou wel van een beetje volle pagina's. Ik pak daarvoor de Cadence Relief Paste, Classic Relief Paste. Maar er zijn allerlei soorten structuurpasta. Kijk gewoon bij je hobbywinkel wat voor soort structuurpasta ze hebben. Wat voor soort merk. Ook van Dutch Doobadoo is een heel fijn structuurpasta. Het is er van het merk Deco Arts. Dus kijk gewoon eventjes wat jouw hobbywinkel heeft. Nou. Dit breng je met een spateltje aan en dat doe je gewoon even willekeurig. Je hoeft geen complete patronen aan te brengen. Het gaat juist een beetje om dat grungy effect. Nou, het mag ook wel een beetje over mijn bloemetjes hier. Let op dat je niet te veel van die pasta pakt, want dan gaat het heel snel onder je mask stencil. En dan krijg je dus niet die complete patronen erop. Dus dat is een beetje zonde. Je kan beter gewoon elke keer wat bijpakken dan dat je in één keer te veel doet. Nou, hier onderaan mag ook nog een stukje. Ik weet niet of het werken met pasta's voor jullie ook nog helemaal nieuw is of dat jullie dat al vaker gedaan hebben. Want ik snap dat er in deze groep niet alleen Mixed Media en Art Journal mensen zitten, maar ook heel veel kaartenmaaksters. En op deze manier wil ik laten zien dat je dus ook kaarten er heel makkelijk mee kan maken. Nou, ik vind dit even genoeg pasta. Dit kan je ook eventjes snel weer gaan verhitten. Als ik rice paper op een canvas wil verwerken samen met acrylverf, moet ik dan het canvas insmeren met gesso? Zou ik wel eventjes doen, want acrylverf kan wel heel erg gaan zuigen in je canvas. Maar als je bijvoorbeeld acrylverf pakt van Cadence, daar zit al een soort gesso laagje in, die zou wel rechtstreeks kunnen. Ik ga eens eerst even
jullie aan de slag zetten om wat werk te doen. Want ik heb namelijk nog eigenlijk een soort prijsvraag. En dan wil ik wat weg gaan geven. Wat ga ik weggeven? Ik moet het er even bij pakken. Als ik het tenminste kan vinden. Ik ga 2 pakketjes maken. Ik zal ze er even bij pakken. Nummer 6 krijgt iemand en iemand krijgt nummer 7. Iemand krijgt... ik moet hem er even weer bij pakken. Of beide setjes krijgen het stickerboekje erbij. Dus je krijgt een paperpad en een stickerboekje. En de ene krijgt deze stempel erbij. En iemand krijgt deze stempel erbij. Dus dit zijn de setjes die ik ga verloten. Ik heb 2 prijswinnaars. Ja, het kan ook met krekelmoes, klopt. Dus het eerste setje, paperpad, stickerboekje en de stempel. Tweede pakketje is ook paperpadje, stempel en stickerboekje. Wat moet je hiervoor doen? Ik ben heel benieuwd wat voor stickers of wat voor quotes jullie graag in de boekjes zouden willen zien. Dus jullie moeten er wat voor doen. En wie weet, ik pik er straks even 2 mensen uit waarvan ik vandaag denk van... Hey, wauw, dat zijn mooie teksten. Die teksten die komen dan wellicht ook in het volgende boekje. En dan hebben jullie ook teksten wat jullie leuk vinden. Het moeten gewoon korte teksten zijn. Mag Nederlands, mag Engels. Want er komen gewoon weer beide soorten aan. Dus verzin leuke mindful teksten. Dus jullie mogen even aan het werk. Dan ga ik ondertussen even wat stempelen nog op de achtergrond. Want ik vind het ook heel erg leuk om gewoon een klein beetje te stempelen. Dan is er ook weer net wat meer dat je achtergrond eigen wordt, zeg maar. Dat die niet helemaal hetzelfde is als hoe die was. Nou, ik heb er even een rommeltje van. Want dit setje ga ik gebruiken en alles ligt een beetje los bij mij. Dit is een setje uit de vorige collectie. En ik gebruik dit grungy gedeelte. En daar gebruik ik bij de Archival Peat Moss. Ik pak mijn stempel gewoon in mijn hand en ik duw hem een beetje... Nee, ik wil dat losse gedeelte, dat kleine gedeelte. Ik duw hem dus op mijn stempelkussen. En ik ga her en der een beetje stempelen. Dus ik denk niet na. Ik druk mijn stempel gewoon ergens neer. Mag ook wel iets over de bloemen. Ook over het structuurpasta kan het wel. En dan krijg je dus al een beetje structuur op je achtergrond. Dan heb je gewoon net weer even iets extra's. Dan vond ik het wel leuk om er ook wat teksten op te doen. Nou, die teksten die zitten dus ook allemaal in dat setje. En die kan je dus ook gewoon stempelen op je achtergrond. Nou, inspired. Nou, vandaag zijn we best wel geïnspireerd toch? Focus had ik erbij. Ik maak hem gewoon even hetzelfde als die van gisteren. Ik vind dat voor nu even het makkelijkste. Meestal vind ik het lastig om creaties gewoon weer na te maken. Ik ben echt iemand die eigenlijk het liefst elke keer wat anders maakt. Maar deze leek mij voor de live uitzending nog wel een keer leuk. Niet zo moeilijk. En ook redelijk snel klaar. Want ik was al wel bang dat ik... te lang aan het kletsen zou zijn om alles te laten zien. En dat is dus ook gebeurd. Langs de randen heb ik nog wat leuks gedaan. En dat is de Distress Paste van Cadence. Ik heb de kleur Pine Green gebruikt. Maar je kan het ook bijvoorbeeld gaan doen met... structuurpasta, wat je op kleur hebt gebracht.
Ja, waar kan het nog meer mee? Gewoon met inkt, met verf. Maar ik vind de Distress Paste erg leuk. Dat is een beetje, ja, heeft een speciale gloed. Het droogt een beetje apart op. En ja, het is gewoon heel erg leuk. Ik weet dat heel veel hobbywinkels de Distress of de Cadens producten in het assortiment hebben. Dus vraag je hobbywinkel erom. Hebben ze het niet? Misschien willen ze het wel voor je bestellen. Ze kunnen het bestellen bij de groothandel Craft Emotions. En ze kunnen daar alles per stuk bestellen. Dus vraag het gewoon. Wie niet vraagt, weet zeker dat je het niet krijgt. Het is geen bestaande quote, maar ik kan even niet meer op die andere komen. Ja, ik had pas bij een Mindful cursus had ik helemaal. Ik zit even ondertussen een beetje te denken. Ik had pas bij een Mindful cursus een hele mooie. Iets over vragen van een. Dat je dwaas bent als je nooit wat vraagt. Of als je wat vraagt, ben je een dwaas voor even. En wie niet vraagt, is een dwaas voor het hele leven of zo. Iets in die trend. Ik vond hem wel heel leuk. Dat donkergroene. Dat trek ik ook nog iets over mijn structuurpasta heen. Dan krijg je gewoon echt zo'n lekker smerige, rommelige achtergrond. Ik hou daarvan. Nou, ik zie al hele leuke quotes voorbij komen, dames. Leuk. Leuk dat jullie zo meedenken. En wie weet, heb je geluk en komt dit bijvoorbeeld in een volgend stickerboekje. Nou, in ieder geval nog niet in de volgende collectie, want de volgende collectie die is al klaar. Sst, nog niks van vertellen, hè. Maar er komt in ieder geval een volgende collectie. En die is echt, ja, ik mag het misschien wel niet zeggen van mijn eigen collectie, maar ik vind hem echt heel mooi. Ik zag toevallig bij de groothandel Kippers dat ze al wat kleine sneaks hadden staan tussen de producten. Dus ik denk dat ik zeer binnenkort wel wat kan laten zien. Nou, ik heb een beetje wondgaas. Het is ja, een soort kaasdoek, wondgaas. Je kan het gewoon bij de drogist kopen. Hobbywinkels hebben het te koop onder kaasdoek, cheesecloth. Ik ga even ondertussen mijn lijmpistool aanslingeren. Want ik ga dit met een lijmpistool opplakken. Dat vind ik het makkelijkste. Nou, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een bingo kaartje. Dat is ook een stempel. Even kijken. Oh. Ja, die heb ik eventjes. Of heb ik hem wel binnen handbereik? Ja. Dit is de bingo stempel. Dat is de stamp JMA10. En die heb ik gewoon op ook dat aquarelpapier gestempeld. Ook met de kleur peat moss. En die scheur ik even een beetje in. Deze vond ik wel ietsjes te wit nog. En ook daar ben ik dus gewoon met mijn sponsje weer langs gegaan, ook met die Distress Paste. Nou, ik denk dat er nog voldoende aan mijn sponsje zit. Deze sponsjes, hoe kom je daaraan? Deze heb ik gewoon, dit zijn huistuin- en keukensponsjes. Zijn van de goedkope winkel met de A. Dan weten jullie allemaal wel wat ik bedoel. En die knip ik in kleine stukjes en dat, die gebruik ik elke keer. En die gooi ik na die tijd ook gewoon weg. Ze kosten bijna niks, dus. Oh, de folder is uit. Daar zag ik de nieuwe collectie in. Zo onwijs gaaf. Ik heb de folder nog niet gezien, eerlijk gezegd. Oh, als dat zo is, dan zal ik de folder straks eventjes gaan delen. Want dan vind ik het wel leuk om dat te laten zien. Nou, ik heb ook de die-cutjes. Die komen allemaal uit de die-cut boekjes. Daar heb ik gebruikt nummer 3 en nummer 4. Ik moet zeggen dat nummer 3 helaas
bij de winkels uitverkocht of bij de groothandel uitverkocht is. Ik weet niet of die nog weer terugkomt, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik ben bang van niet. Nou, die elementjes heb ik ook al allemaal eventjes weer gepakt, want ik denk dat gaat anders niet lukken, dan zit ik straks veel te lang. En dat is ook niet de bedoeling. We willen toch nu een klein beetje richting de afronding gaan. Nou, ook die leuke vogeltjes, die zitten ook in het die-cut-blokje. Nou, ik zie echt veel leuke teksten, dames. Het wordt straks nog moeilijk om er doorheen te scrollen wie het setje gaat winnen. Ik zit ook te denken of ik dat tijdens de live ga doen of dat ik het straks even na de live snel door ga lezen. Ik denk dat ik dat wel net zo praktisch vind. Want ik ben bang dat ik anders wat leuke quotes ga missen. Ik heb hier ook nog heel leuk touw bij gedaan. Dat leek me wel een keer grappig om ook wat touw erbij te doen. Gewoon echt allerlei texturen, zeg maar. Dat touw. Waar heb ik dat touw? Dat touw heb ik hier. Nou, ik vind het wel het eerlijkst dat gewoon iedereen eigenlijk één keer meedoet met een quote. Dus probeer niet te veel quotes neer te zetten. En ook niet te lang. Want anders dan past het niet op het stickerboekje. Wat doe ik met dat touw? Ik wikkel dat gewoon om mijn vingers. Ja, ik denk dat ik ze straks eventjes na de live even rustig doorlees. En dan krijgen jullie dan eventjes de winnaar van mij. Dan ga ik dan straks snel eerst eventjes naar beneden. Ga ik eventjes in mijn andere lichtstoel liggen. En dan zoek ik het dan eventjes voor jullie uit. Nou, ik maak hier gewoon een soort strikje van. De twee uiteindes die knoop ik aan elkaar vast. Dat hoeft niet netjes allemaal, dames. Dit is gewoon echt een rommelig strikje, dus het is de bedoeling dat het eventjes een beetje vastzit. Je kan ook een extra touwtje eromheen wikkelen. Het is in dit geval denk ik even net zo makkelijk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik ga het eventjes zo neerleggen. Normaal gesproken gaat mij dit ietsjes makkelijker af. Maar ja, dat is altijd tijdens een live, hè? Dus maak er gewoon een rommelig vosje van. En dat leg je hier straks achter. Zo. Nou, hoe gaan we dat vastplakken? Dat was niet handig. Ik moet even een nieuwe pakken. Even een extra lijnpatroontje. Mijn lijmpistool is namelijk bijna leeg. Nou, lijmpistolen zijn ook bij elke hobbywinkel wel verkrijgbaar. Heel veel hobbywinkels verkopen ook producten van Vaassen Creative. Ik ben zelf heel erg weg van deze van Vaassen Creative. Dus die kunnen de hobbywinkels ook voor jullie bestellen. En ik weet dat ze bij veel hobbywinkels al verkrijgbaar zijn. Nou, ik wil dat kaaslinnen niet te veel buiten mijn strookje hebben. Dus ik duw dat gewoon een beetje in mijn lijm, zeg maar. Nou, ik heb er meer geplaatst. Nou, geen probleem, maar probeer vanaf nu eventjes gewoon lekker eentje te plaatsen. Dan heeft iedereen een beetje kans om te winnen. Deze ging daaronder. Dus dat bingo kaartje doe ik ook alleen aan het hoekje een beetje lijm. Degene die mijn filmpjes een beetje volgen, die weten wel dat ik alles niet helemaal strak vastplak. Ik ben echt een beetje van dat lossen.
Nou, als je er 2 hebt geplaatst, is ook geen probleem. Maar als je niet tientallen quotes doet. Nou ja, je mag wel straks na de uitzending verder gaan met quotes plaatsen natuurlijk. Hoe meer, hoe beter. Want het is natuurlijk wel superleuk, ook weer voor inspiratie voor mij. Of voor andere mensen. Het zet natuurlijk iedereen ook wel aan het denken, die leuke quotes. Nou, dat stukje touw plak ik ook gewoon op met mijn lijmpistool. Er zijn ook wel lijmpistolen van bijvoorbeeld Sizzix. Dat zijn ook hele goede. Er zijn wel een soort blauwe lijmpistolen. Dat zijn ook wel hele fijne die niet lekken. Want voor mij is het wel heel belangrijk dat een lijmpistool niet lekt. Maar het grote voordeel van deze vind ik dat hij zowel niet lekt. En dat hij een houdertje eronder heeft. Dus je kan hem altijd gewoon weer netjes wegzetten. Ik zit ondertussen ook te kijken of er geen vragen van jullie mis. Ja, het klopt inderdaad. De vorige live-uitzending die werd onderbroken. Facebook gooide mij eruit. Dus ik probeer ze straks nog eventjes aan elkaar te plakken. Zodat het wel één filmpje wordt straks op ons YouTube-kanaal. Dit filmpje komt ook op mijn eigen YouTube-kanaal. Ik heb van... Ja, gewoon Janine Simmering, zeg maar. Heb ik een YouTube-kanaal en daar komen alle filmpjes die gemaakt worden in deze groep op te staan. Daar staan ook al een aantal filmpjes op. Word daar gewoon lid van. Meld je aan als abonnee en dan hoef je ook niks meer te volgen. Ik heb namelijk gewoon ook een inschrijving in de Kamer van Koophandel. Daar heb ik nog nergens vermeld. Dat horen jullie nu ook als allereerste. Maar vorig jaar 10 augustus ben ik al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ik heb gewoon echt een soort tweede bedrijf als designer zijnde. En ik heb dat al die tijd al meer uit willen werken. Maar het kwam er gewoon niet van. En nu doe ik het gewoon. Ik neem er de tijd voor. Ik ben dus gewoon... Naast winkelier ben ik onafhankelijk designer voor Studio Light, voor in principe alle verschillende hobbymerken. Iedereen die mij vraagt, die kan mij in principe een soort van inhuren voor filmpjes als freelance marketeer voor van alles en nog wat, zeg maar. En dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik naast... Hobby Vision ook gewoon onafhankelijk persoon ben die dus dingen gaat creëren. Nou, welke quote gaan we erop doen? Ik ga eens even zoeken. Nou, omdat ik net vertelde dat ik dus mijn eigen bedrijfje erbij heb. Doe ik gewoon, en omdat ik daar nog steeds niet echt aan begonnen ben, doe ik gewoon vandaag van de beste manier om iets gedaan te krijgen is om te beginnen. Dus ik begin daar gewoon vandaag mee. Ik zal daar meer aandacht aan moeten besteden. De beste manier... om iets gedaan te krijgen is om te beginnen. Nou, die waarheid die klopt als een bus. Nou, wat doe ik vaak? Ik vind het leuk om met een Signo Uniball, dat is een witte pen. Hij is bij inmiddels heel veel hobbywinkels wel verkrijgbaar. Het kan ook met een witte Posca pen, met een Molotov marker. Allerlei soorten markers. Ik vind deze gewoon heel erg fijn. En ik doe dan vaak even een klein wit randje langs mijn papiertjes of langs mijn stickertjes. Ik vind dat zelf net wat leuker. Maar de keuze is aan jou. Je moet het maken zoals jij het graag wil.
Omdat hier allerlei textuur op de achtergrond zit, plak ik dit vaak nog wel eventjes met een beetje lijm vast. Want dan weet ik zeker dat het ook niet meer los gaat. De stickertjes plakken op gewone kaart echt perfect. Maar heb je dus ja, rommeltjes eronder zitten, zoals op deze kaart, ja, dan wordt het soms net ietsjes lastiger. Nou, ik vind het wel leuk om een paar kleine accentjes ook met mijn witte pen aan te gaan brengen. Dan heb ik nog de onderkaart. Die heb ik ook al klaar. Die heb ik ook al vast geknipt. Ik heb hiervoor linnenkarton gebruikt. Want dat vond ik wel hele leuke kleuren. Dit is linnenkarton van het merk Card Deco. En ik heb de kleuren Shell Pink gebruikt en Olive Green. Ja, het eigen bedrijfje bestaat straks al een jaar. Het is ook de bedoeling dat ik gewoon echt een... ook voor Janine's Mindful Art, want dat is gewoon een merk geworden. Dat ik daar dus ook een blog voor krijg, een design team opricht, een eigen website. Het staat allemaal nog in werking. Maar goed, net als mijn revalidatie is het gewoon op elke manier... elke dag een nieuwe kans om eraan te gaan werken. Nou, dank jullie wel. De link naar mijn eigen kanaal plaats ik straks eventjes in de groep. Zodra ik het filmpje heb geüpload op YouTube, zal ik hem wel eventjes delen in de groep. Dus word daar gezellig allemaal abonnee. En ik beloof jullie bij deze ook gewoon dat ik gewoon elke keer in deze groep weer live zal gaan. Dus dat we echt ook alleen voor de Janine's Mindful Art gewoon meer promotie maken. Het zullen niet altijd lange filmpjes zijn. Het zullen een keer korte introductiefilmpjes zijn als er iets nieuws is. Een keer laten zien wat je bijvoorbeeld met de stansmalletjes allemaal kunt creëren. Het is gewoon van alles. Nou, ik zie dat. Nou, het is echt een uitzending met vallen en opstaan. Dit is dus de derde poging. En ik heb ondertussen even mijn kaartje nog vastgeplakt. Ik denk dat we er ook maar gewoon mee stoppen. Ik was verder ook gewoon klaar eigenlijk met het einde van de uitzending. Ik vind het heel vervelend dat het nu dus gewoon in drieën is gekomen. Maar het is gewoon even niet anders. Ik ga het filmpje straks wel weer aan elkaar plakken. En tenminste, dat hoop ik dat dat gaat lukken. En ach, ze zeggen altijd, het goede komt ook in drieën. Hè? Dus drie keer een scheepsrecht... ik ben klaar met mijn creatie. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Dat het jullie ter inspiratie was. Nou, kijk dus ook gewoon bij je lokale hobbywinkel. Daar zijn al deze producten ook te koop. Ik ga zo meteen mijn hobbykamer verlaten. Ga ik naar beneden. Ga ik lekker in mijn relaxstoel zitten. Liggen. Laten we zo zeggen. En dan ga ik even op het gemakje de prijswinnaars uitzoeken. Filmpje zal vanmiddag even geüpload worden. Dus tot die tijd kunnen jullie de filmpjes in de groep gaan bekijken. Vanmiddag om 3:30 is Rihanna van Haren live. Die gaat iets doen in een art journal. Dus kijk dan weer gezellig mee. En vanavond is Jeanette Blauw live. En die gaat een leuke workshop doen. Dus hou onze groep in de gaten en ook de komende tijd de groep lekker in de gaten houden. Wij gaan hier iets actiever worden en we hopen dat jullie ook in de groep jullie creaties met deze lijn gaan plaatsen. Dus in deze groep alleen creaties waarop dus Janine's Mindful Art Collectie producten zijn gebruikt. Andere creaties gaan wij niet goedkeuren, daarvoor zijn gewoon andere groepen, dus helaas.
Voor nu wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Ik vond het super leuk dat jullie er allemaal bij waren, ondanks de onderbrekingen. Daar kon ik helaas niks aan doen, ligt allemaal buiten mijn macht. Dus so be it. Voor nu, fijne dag nog. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Doei doeg!